is het toch niet zo makkelijk. Ja, Simon is ethisch hacker en kan me vertellen of dit betrouwbaar is of niet. Goedenavond, Simon. Hoi, goedenavond. Simon, ik zou ook wel 40.000 euro willen verdienen met een inzet van 300 euro. Kan ik gewoon op het linkje klikken? Ja, dat klinkt wel eigenlijk te goed om waar te zijn, hè? Ja, zeker. Wat gebeurt er als ik op het linkje klik? Nou ja, dan word je waarschijnlijk naar een dubieuze website gelokt. En daar proberen ze je over te halen om geld te gaan besteden op die website. Ja. En dan krijg je waarschijnlijk niks geleverd. Dan word je waarschijnlijk opgelicht. Oké dan, want ja, die Instagram-accounts die ik nu voorbij zie komen, dat zijn gewoon accounts van bekenden van mij. En die zijn dus blijkbaar gehackt omdat ze op een van die links geklikt hebben. Hoe zijn ze dan in dat account gekomen? Veel Instagram-accounts zijn alleen maar met een wachtwoord beschermd. Ja. En ja, kijk, op het moment dat je maar een paar wachtwoorden hebt die je op allerlei websites gebruikt, dan hoeft maar één van die websites gehackt te worden. En dan kan iemand, worden al die wachtwoorden van een bepaalde site, die worden op internet geplaatst. Ja. En dan kunnen hackers daarbij. En ja, tegenwoordig is het zo dat hackers die hebben gewoon toegang tot zo'n 10 miljard gelekte e-mailadressen en wachtwoordcombinaties. En dan is het eigenlijk zo simpel dat je eigenlijk iemand alleen maar op iemands e-mailadres hoeft te zoeken. En dan krijg je een paar gelekte wachtwoorden uit het verleden. Ja, die vind je dan. En die kun je uitproberen op inlogschermen, zoals die bijvoorbeeld van Instagram. Wauw, en dan kom je dus gewoon in het account van die persoon. En dan veranderen ze waarschijnlijk het wachtwoord ook meteen. En beginnen ze dus dit soort verhalen te posten. Ja, je account wordt zeg maar uitgemolken. En, maar wat je ook vaak ziet, en toevallig had ik vandaag nog iemand aan de lijn wiens Instagram-account ook gehackt is. En de hacker die vroeg 250 euro aan losgeld. Die heeft ook betaald, maar die heeft zijn account daarmee niet teruggekregen. Wow. En wat je dan vaak ook wel ziet, is dat zo'n account dan wordt ingezet voor allerlei andere dingen. Dus bijvoorbeeld door je vrienden te gaan spammen met reclame. Of er worden foto's geplaatst met reclame erin. Dus je gehackte account wordt op allerlei manieren eigenlijk uitgemolken om geld te verdienen. Wauw, en wat zou jouw gouden tip zijn om een hack te voorkomen? Nou ja, je moet unieke wachtwoorden gebruiken. Dus op elke website een uniek wachtwoord configureren. Dat kun je natuurlijk niet allemaal onthouden. Dus dan moet je dat eigenlijk in een wachtwoordmanager opslaan. Dus als je een iPhone hebt, heb je bijvoorbeeld een keychain. Maar je kan ook bijvoorbeeld een programma als LastPass kun je gebruiken. En daar kun je al je wachtwoorden veilig in opslaan. Dus als dan een keer een website gehackt wordt, dan kan een hacker met dat ene wachtwoord niet op al je andere websites inloggen. Dus dat is belangrijk. En wat heel sterk is tweetrapsverificatie instellen. Dat betekent dat je naast een wachtwoord met een veranderende code moet inloggen. Ja. En dan kan een hacker wel je wachtwoord hebben, maar die heeft dan niet die code. En dan komt hij alsnog niet in je account. En wat veel, hoeveel Instagram-accounts gehackt worden, is dat mensen hun Instagram-wachtwoord invullen op een nep Instagram-website. Dus een zogenaamde site. Ja. Dus je moet, voordat je ergens je wachtwoord invult, altijd goed controleren of in de adresbalk of het ook echt de website is waarvan je het wachtwoord invult. Dat doe ik zelf ook altijd. Oké dan. Dus je moet goed checken waar je inlogt. Probeer ook een tweestapsverificatie te doen. Dat is ook altijd wel handig. Heel belangrijk. En goed opletten naar welke website je gaat inderdaad. Simon, bedankt voor deze uitleg over het hacken. Ik hoop dat we hiermee in ieder geval mensen hebben kunnen helpen om een hack te voorkomen. En als je luistert, zet vooral een tweestapsverificatie aan. En mocht je ooit de dupe worden van hackers, check dan vooral de tips van Simon Ruwhof online of bij zijn LinkedIn. Simon, dankjewel. Ja, hey, alsjeblieft.